Wie had ooit gedacht dat deze pandemie zich zo zou uitbreiden? Stap voor stap worden er nieuwe maatregelen ingevoerd, met als doel onze veiligheid en gezondheid te waarborgen. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan zie je opvallend stijgende cijfers in depressie, angststoornissen, drugsgebruik, zelfmoord, echtscheidingen. En laten we eerlijk zijn, we veranderen langzamerhand in een samenleving gebaseerd op veroordeling, angst en schuldgevoelens. In deze video ga ik een aantal ideeën en perspectieven geven om over na te denken. Deze hebben mij geholpen om tijdens deze pandemie mijn hoofd koel te houden. En om in plaats van toe te geven aan de negativiteit, mijn leven in een toestand van geluk, groei en vooruitgang te houden. Hey coach Mike, met Barry. Hey, kan ik even spreken? Want ik zit echt zwaar in de put, man. Tuurlijk, Barry. Wat is er aan de hand? Ja, ik weet niet meer wie ik moet geloven, man. Ik heb net anti-5G platen op mijn dak laten plaatsen, omdat ik bang ben voor dat nieuwe netwerk gebeuren. En ik durf het vaccin niet meer te nemen, omdat ze zeggen dat daar artificiële intelligentie chips in zitten geplaatst. En ik ben bang dat de illuminatie achter me aan zit. En ik ben gewoon doodsbang voor het hele virus gedoe, man. Ik zit al weken binnen en ik word helemaal gek hier. Ik snap het, Barry. Maar waarom wil je eigenlijk per se iemand geloven? Het lijkt erop dat niemand daar weet wat er aan de hand is. Ja, ik wil gewoon zekerheid. Ik word gek van die onzekerheid. En iedereen vertelt iets anders. Ik wil maar één ding en dat is gewoon gezond blijven. Gezond blijven? Oké, Barry, maar wat doe je dan eigenlijk aan dat gezond blijven? Waaraan? Gewoon gezond blijven. Welke stappen neem je voor je gezondheid? Niets eigenlijk. Oké, Barry. Kan het dan zo zijn dat je misschien te veel focust op dingen die je onzeker maken, in plaats van de dingen die je juist gelukkig en gezond maken? Oh, ja, zo had ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Geen probleem, Barry. Jij en miljoenen anderen. Weet je wat, kom morgen anders even langs en dan gaan we een plan en strategie bedenken hoe we de komende 3 maanden gaan werken aan je fysieke en mentale gezondheid, zodat je niet meer zo bang hoeft te zijn, oké? Top man, doen we. En dan houden we 1,5 meter afstand en ik zal ervoor zorgen dat ik mijn mondkapje draag, zodat niemand besmet raakt. Nee man, dat is niet nodig. Dat is verwaarloosbaar. Bovendien, die virussen zijn zo microscopisch. Die zweven zo door het mondkapje heen. Wil je echt 100% beschermen? Doe dan een plastic zak om je hoofd heen, zodat je niet kan ademen, oké? Haha, oké Mike, bedankt voor de tip. Ik zie je morgen. Waar blijft die Barry nou? Hij zou toch niet echt? Nee, zo stom kan ik niet zijn. Hey mensen. Mijn naam is Mike Rangi en welkom op mijn kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Als je nieuw bent op dit kanaal, welkom. Als onderwerpen als zelfontwikkeling, spiritualiteit en lifestyle je interesseren en je wilt op de hoogte worden gebracht van alle nieuwe video's die ik uitbreng, klik dan helemaal onder deze video op de knop abonneren. Ik heb ook een e-book geschreven als inspiratie met de tools die ik heb gebruikt om mijn beste leven te creëren. Hij is helemaal gratis. En wil je hem ontvangen? Klik dan op de link helemaal onderin in de beschrijving van deze video. Dit wordt geen video waar ik je ga vertellen wie ik vind dat er gelijk heeft. Of deze pandemie echt is of een middel voor manipulatie. Of andere ideeën waar ik en eigenlijk de meeste van ons eigenlijk helemaal niet de waarheid over weten. Ik wil je wel vragen om een open mind te houden als ik deze ideeën met je doorneem. Want in mijn ogen draagt wat ik ga zeggen allemaal bij aan een betere wereld. Voor jou, voor alle anderen om je heen. Voor de hele planeet. En ja, dat is een flinke statement, maar ik sta daar 100% achter. Laten we eerst 1 ding uit de weg ruimen. Ik ga de pandemie niet neerzetten als een verzinsel of een complot, want dat is het niet. Er is een virus. Er zijn mensen overleden. En dat is vreselijk. Ik heb mijn overtuigingen over deze pandemie. En jij waarschijnlijk ook. Of ze nou wel of niet gelijk zijn aan die van mij, dat maakt niks uit. Want ik denk dat we allebei diep van binnen hetzelfde willen. Gezond, gelukkig, sterk en energiek blijven. Maar je kunt niet met me in discussie over het feit dat de maatregelen die er door de regering worden getroffen niet de beste optie zijn voor een verbetering aan je gezondheid, je geluk
je kracht en potentie of je energie. Ik zal niet zeggen dat deze maatregelen geen effect hebben, want dat weet ik niet. En eigenlijk weet niemand dat zeker. Wel weet ik dat er betere alternatieven zijn. En niet zo'n beetje beter. Je kunt ervoor kiezen om vanaf 2021 jezelf te beschermen met een mondkapje, bij mensen uit de buurt blijven, angstig zijn dat je anderen besmet en doodt, en jezelf laten vaccineren met een middel waar je totaal geen verstand of kennis over hebt. Of je kunt kiezen voor dingen die 100% werken en je de beste garantie geven voor je gezondheid, je lichaam aansterken, je immuunsysteem opbouwen, je mentale kracht vergroten, je stress verlagen en je energie of je vibes verhogen. De meeste mensen hebben een zwak kadaver. Slap, ongetraind, overgewicht, ziek, ongelukkig, gestrest, roken, drank, drugs en andere verslavingen. En dat is niet het type lichaam dat al 200.000 jaar heeft overleefd met alle virussen waar we in het verleden ooit mee zijn geconfronteerd. En ik wil niemand beledigen, maar laten we eerlijk wezen. We zijn als volk een stelletje slappelingen bij elkaar. En als we niet gauw gaan kijken naar de waarheid over onszelf, in plaats van de vinger wijzen en een mening hebben over anderen die het fout hebben, kunnen de komende jaren een hel op aarde worden. Dus ik geef je nu 7 perspectieven hoe je je mindset kunt veranderen om deze pandemie om te zetten van een crisis naar een mogelijkheid. Nummer 1. Laat je energie niet afnemen. Oké, je hebt de complotgekkies, de schaapjes, de wappies, de anti-5G, de brave burgers, de pro-vaccinaties en de anti-vaccinaties. En waarschijnlijk gaat de lijst door en door. Wie van deze groep maakt de wereld een betere plek? Ik denk dat wanneer je het aan deze personen zou vragen, zou iedereen zijn vinger opsteken van ik heb gelijk. En ik snap het. Je hebt een overtuiging en je wilt het beste voor jezelf en de wereld, omdat jij denkt dat je gelijk hebt. Maar wat hierdoor ontstaat is gigantisch veel energieverspilling. De discussies die er massaal gevoerd worden. Overal zijn mensen de hele dag in de ban van wat er allemaal speelt over deze pandemie. Wat wordt er nu weer van ons ontnomen? Welke maatregelen gaan ze nu inzetten? Heb ik straks nog werk? Kan ik straks mijn oma weer zien? En als ik dadelijk ziek word, ga ik dan dood? Luister heel goed. Als jij geen internet of tv had, wist jij waarschijnlijk niet eens dat het virus bestond. Je zou gewoon bezig zijn met je alledaagse leven en het virus zou gewoon aan je voorbij gaan. Net als alle andere pandemieën worden er mensen gedood, wat vreselijk is. Maar zo werkt de natuur. Vervolgens verdwijnt het virus weer op een natuurlijke manier en de meeste mensen hebben er niets van gemerkt. Voor deze pandemie is er extreem veel gebruik gemaakt van de macht van de media. Het is de beste marketingcampagne die ik ooit heb gezien. Wanneer heb je ooit zo lang en zo vaak een onderwerp voor je neus zien verschijnen? De Apptronic van Telcel is er niks bij. Het is op de tv en niet alleen op het nieuws, maar in elke talkshow en zelfs je favoriete kookprogramma's. Iedereen draagt een mondmasker, iedereen praat erover en blijven maar nieuwe maatregelen bijkomen zoals een lockdown en een avondklok. Waar jij je focus op plaatst, dat groeit. En deze pandemie is gebaseerd op 1 emotie en dat is angst. Angst vreet energie. Het veroorzaakt chronische stress, ziekte, zwakte en ongelukkigheid. Laat je energie niet afnemen. De media, de politiek, het nieuws, mensen om je heen. Jij hebt elke dag een keuze waar je je aandacht op plaatst. Waar je over praat, hoe je reageert en wat je denkt. En ik weet het, het is niet makkelijk om je aandacht ergens vanaf te halen. Zeker niet zo'n onderwerp. Maar het is ook niet makkelijk om in stress en angst te leven. Bovendien kost het alleen maar levensenergie en het levert je niets op. Nummer 2. Keer naar binnen. Veel mensen hebben gedwongen hun aandacht naar binnen moeten keren. Wanneer de stress en emotionele pijn te groot wordt, heb je 2 keuzes. Of je vertelt jezelf een smoesje dat alles goed gaat, terwijl je van binnen afsterft. Of je besluit te gaan werken aan de innerlijke rumoer die er in je leeft. Meer en meer mensen voelen zich niet goed. Hun relatie loopt stuk, de kinderen thuis zorgen voor stress, er zijn financiële problemen. De maatregelen en het wegnemen van vrijheden werkt boosheid, angst, schuld en andere lage vibraties op. Maar raad eens wiens verantwoordelijkheid deze emotionele puinhoop is. Het is die van jou. Ik geloof dat deze pandemie niet per se narigheid brengt.
Deze pandemie is een trigger die de narigheid in mensen die altijd al bestond naar boven brengt. Deze emotionele bagage was nog te controleren en weg te stoppen voordat de pandemie er was. Totdat ineens de kinderen thuis kwamen te zitten, er kwamen conflicten in relaties, eindeloze Facebook discussies van ego's die allemaal vinden dat ze gelijk hebben en vele andere conflicten. Laten we eerlijk zijn, het voelt gewoon soms niet fijn in het lichaam met al die negatieve emoties die er doorheen razen. En dat is niet de schuld van de buitenwereld. Sterker nog, de buitenwereld heeft niets met jou te maken. Niet je partner, niet de regering, niet ik, maar alleen jij. Jouw emoties zijn jouw zaak en alleen jij kunt ze oplossen. Keer dus naar binnen toe en werk aan jezelf. Je zal de toekomstige versie van jou dankbaar zijn. Ik heb zat video's erover. Kijk mijn video's over mindfulness en meditatie of de video De Echte Reden Waarom Je Ongelukkig Bent. Nummer 3. Draag je bij aan het probleem of de oplossing? Elke actie die je verricht, daar zit intentie achter. En deze intentie bepaalt wat voor energie je uitzendt en daarmee ook welke reactie je terugkrijgt. Dit is een universele wet en als je hem niet bewust gebruikt, dan kan het zijn dat je een hoop negatieve energie uitzendt en dat je leven daarom een puinhoop is. Zelfreflectie is hierop het antwoord. En niet alleen 's morgens tijdens de koffie, maar de hele dag door. Let de komende week op en stel jezelf deze vraag bij elke actie die je uitvoert. Draag ik hiermee bij aan het probleem of de oplossing? Voorbeeld. Er zijn een heleboel mensen die hun mening uiten. De een zegt dat mensen die geen mondkapjes dragen geen IC-bed moeten krijgen. En de ander zegt dat mensen die het vaccin nemen moeten doodgaan aan een langzame dood. Maar waar dragen ze nou eigenlijk aan bij? Aan conflict, ruzie, negativiteit, stress, een verlaagd immuunsysteem. Ze dragen allebei bij aan het probleem. Dus wat moet je doen? Moet je elkaar knuffelen? Ja, eigenlijk wel, soort van. Maar daar kom ik later op terug. Je mening delen is prima. Er zijn zat mensen in de media, social media en zelfs enkel in de politiek die informatie delen die gebaseerd is op inspiratie, positiviteit, kracht, geluk. En ik denk dat je het met me eens bent dat deze dingen bijdragen aan de oplossing. Let dus goed op wanneer je je mond opentrekt of iets typt op Facebook. Het is heel makkelijk om je mening uit te spugen, maar probeer je werkelijk iemand te inspireren? Wil je echt het beste voor die persoon? Of is het gewoon een goedkope mening vermomd in een mooi jasje om andere mensen over te krijgen naar jouw denkwijze? Nummer 4. Focus je op wat je wel kunt controleren. Wij mensen zijn een ster in onszelf focussen op dingen die we niet kunnen controleren en verspillen daarmee een heleboel tijd en energie. Na elke maatregel werd ook weer een beetje van mijn vrijheid en recht afgenomen. En natuurlijk was ik hier niet blij mee, maar het eerste wat in mijn gedachten opkwam was: wat kan ik controleren? Waar heb ik invloed op? En wat kan ik beter maken zodat mijn levenservaring beter wordt of in ieder geval niet achteruit gaat? Ik heb te veel mensen horen klagen over: oh, ik kan niet naar de sportschool. Stomme lockdown, ik ben al 10 kilo aangekomen. Het is buiten te koud om te trainen. Je kunt stangen, kopen en zelfs lenen van je sportschool. Gewichten, kettlebells. Je kunt rennen, springen, trainen met weerstandbanden, zandzakken. Er zijn talloze manieren waardoor je zelfs met een laag budget topfit kunt blijven. Zolang je je focust op hetgene wat je wel kunt controleren. We focussen ons op het virus waar we nooit controle over kunnen krijgen. Hoe roeien we dit virus uit? Hoe vluchten we ervoor? Hoe blijven we schoon en voorkomen we dat we elkaar besmetten? Even een nieuwsflash voor je. Virussen en bacteriën zijn al sinds wij bestaan een onderdeel van ons. Wij zijn een host voor deze beestjes en ze zijn er altijd al geweest. Het doel van een virus is niet om ons dood te maken. Het virus wil zich gewoon vermenigvuldigen en daarvoor heeft het ons lichaam levend nodig. Ja, dit virus is een flinke en er gaan mensen dood. Maar kom op mensen, we zijn een samenleving van zwakke kadavers die alleen maar bezig zijn met oordelen over anderen, terwijl we de ene Big Mac naar de andere naar binnen schuiven en elkaar aanspreken op het niet voldoende houden van afstand. Er gaan dagelijks mensen dood aan levensstijlziektes, maar we blijven sigaretten verkopen, fastfoodketens openhouden en andere producten consumeren die voor veel en veel hogere sterftecijfers leveren dan dit virus. Sorry dat ik een beetje doordraafde.
Misschien droeg ik daar een klein beetje bij aan het probleem. Maar ik ben ook maar een mens. Maar wat ik probeer te zeggen is, focus je op wat je wel kunt controleren. En dat is vooral jezelf en je eigen leven. Nummer 5. Besef dat je niets weet. Ik heb een hoop research gedaan. En nee, ik ben geen complotwappie of wat dan ook. Maar ik denk dat ik van alle kanten bronnen tot me heb genomen. En hoe meer ik leerde, hoe meer ik besefte dat ik eigenlijk helemaal niets weet. We weten niet wie er gelijk heeft. Er zijn zoveel theorieën dat je 1000 verschillende dingen kunt geloven. Dat er computerchips in het vaccin zitten is net zo'n grote waanzin dan dat het vaccin gezond voor je is. We weten het niet. We willen allemaal graag iets geloven, maar we weten niks. En dat is lastig, want het ego wil zekerheid. Het ego vindt het niet fijn als het zich niet kan vastklampen aan een overtuiging. Want een ego bestaat uit overtuigingen. Als je het jezelf makkelijk wilt maken tijdens deze pandemie, laat dan je overtuigingen los. Hecht je er niet zo aan vast. Mensen die mondkapjes dragen, kunnen gewoon bevriend zijn met mensen die geen mondkapjes dragen. We hoeven elkaar niet af te slachten zoals we dat al eeuwenlang doen. Het is tijd voor een nieuwe mensheid. Een mensheid waar we het ego overstijgen. Niets weten is ook prima. Open je mind een beetje voor meer mogelijkheden. Nummer 6. Werk aan je gezondheid. Als er één maatregel is die het kabinet had moeten plaatsen, was het verplicht werken aan je gezondheid. Ik weet dat ik het in punt 5 had over besef dat je niets weet. Maar we weten allemaal donders goed dat je beter een groenteschapje kan nemen en een goede workout kan doen dan een kapsalon met een bak ijs wegvreten, kijkend op de bank naar Netflix. Ik heb serieus maar een handjevol mensen ontmoet die echt maatregelen heeft getroffen betreft zijn of haar gezondheid. We zijn een samenleving van mensen die overal een snelle fix voor wilt. En dat is niet gek. Dat is ons geleerd. Ben je ziek of voel je je niet happy? Hier, heb je een pil. Ben je down of gestrest? Hier, neem een sigaret of een chocoladereep. Ben je ongelukkig? Hier heb je allemaal mooie dingen die je kunt kopen om alle leegtes in jezelf op te vullen. De leiders van deze wereld en deze maatschappij, ze zijn niet gebaat bij het verbeteren van onze gezondheid, kracht, welzijn en het verhogen van ons bewustzijn. En dit is geen complottheorie. Het is gewoon overduidelijk. En iemand die daar niet aan wil geloven, is onwetend, lui en koppig. We weten voor een feit welke dingen ons lichaam, immuunsysteem, onze mentale gezondheid en ook onze spirituele gezondheid sterk maken. Dit hele kanaal is gevuld met video's om het te realiseren. De informatie is overal tot je beschikking. Maar ik snap het. Het is niet makkelijk. Aan je gezondheid werken doe je alleen als je je gezondheid en jezelf belangrijk vindt. En als je van jezelf houdt en het jezelf gunt om een gezond, gelukkig en fit mens te zijn. En dat is een eigenschap die wij missen. We lachen erom en we maken grappen over mensen die wel aan hun gezondheid werken. Maar ondertussen gaan er meer en meer mensen dood aan ernstige ziektes zoals kanker, diabetes, overgewicht. En nu ook dit virus, wat allemaal drastisch verminderd had kunnen worden met een gezonde mentale en fysieke levensstijl. Werk dus aan je gezondheid. En wacht er niet mee. Doe het nu. Nummer 7. Compassie. Mensen, als ik iemands gevoelige snaar heb geraakt, het was niet verkeerd bedoeld. Ik frustreer me diep van binnen ook wel eens aan het lage bewustzijn en het gedrag, het zelfsaboterend gedrag van mensen, inclusief die van mezelf. Want ook ik zorg wel eens slecht voor mezelf, terwijl ik weet dat ik hier een prijs voor betaal. We zijn niet perfect en dat hoeft ook niet. Er is één ding die ons helpt om daar vrede mee te hebben. En dat is compassie. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. We zijn hier met z'n allen en het lijkt alsof we zo gescheiden zijn, maar we zijn één grote familie. We hebben allemaal hetzelfde verlangen voor liefde, connectie, zekerheid en geluk. We proberen allemaal pijn, angst, dood en verdriet te vermijden. En we doen dit allemaal vanuit onze eigen plek in het leven. Met de informatie, kennis en het bewustzijn dat we op dat moment hebben. Ik geloof niet in slechte mensen. Ik geloof dat iedereen zijn of haar acties uitvoert met de beste intenties die ze op dat moment hebben. We hebben allemaal onze eigen unieke tijdslijn in het leven. We ervaren allemaal onze unieke ervaringen. En we bouwen allemaal ons unieke ego gebaseerd op de geloofsovertuigingen en ideeën die we in ons leven meenemen. We hoeven niet al het gedrag van mensen goed te keuren. Maar als we weten waar het gedrag vandaan komt, dan kunnen we er compassie voor hebben.
En dan kunnen we mensen hun plek laten, zonder anderen te willen veranderen of te veroordelen. Want dit draagt nooit iets bij. Heb dus compassie voor jezelf en anderen. En verspreid wat meer liefde en vriendelijkheid de wereld in. Zelfs als je het niet van anderen terugkrijgt. Dat waren dan 7 ideeën en perspectieven die ik met je wilde delen. Ik praat niet graag over onderwerpen als de pandemie. Want ik heb het te druk met dingen die ik belangrijker vind. Maar ik wilde deze dingen toch met je delen. Want ik denk dat het voor sommigen een wake-up call kan zijn. Om hun focus te plaatsen op dingen die voor geluk, gezondheid, kracht en welzijn zorgen. In plaats van angst. Aan jezelf werken kost toewijding en veel werk. De meeste mensen blijven liever in een comfortzone, omdat het leven wel prima is zo. Maar ik heb te veel mensen ontmoet die later op hun leeftijd ongezond en ongelukkig zijn. Met ziektes, overgewicht en pijn in hun lichaam. En allemaal zeggen ze hetzelfde. Had ik maar aan mezelf gewerkt, 10 of 20 jaar geleden. En ik geloof nooit dat het te laat is. Tuurlijk, het beste moment om te starten was 10 jaar geleden. Maar het tweede beste moment is vandaag. Wat voor persoon ga jij zijn? Ga je een waarschuwing zijn voor hoe je niet moet leven? Of ga je een voorbeeld en inspiratie zijn voor hoe je wel moet leven? En ga je deze pandemie gebruiken om jezelf op te bouwen tot een nieuwe, betere versie van jezelf? Want als je dit doet, dan kun je een impact maken op anderen die dan hetzelfde zullen doen. En dat is bijdragen aan de oplossing. Vond je deze video leuk of behulpzaam? Scroll dan even beneden en klik op die like-knop. Maar wat er dan gebeurt is dat YouTube deze video vaker laat zien aan mensen die met deze informatie geholpen zijn. En vind je onderwerpen als zelfontwikkeling, spiritualiteit en lifestyle interessant? Klik dan hier links op mijn gezicht om je te abonneren op mijn kanaal. Mensen, je weet het hè. Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.